En nu moet je de vlog openen. Oh. Nou, hallo alle kijkers van Harme Frodo. Vandaag gaan we wandelen in de Grebbelinie. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. Je moet nog even een hoofdstad kiezen van een land, hoe jij voortaan jouw schuilnaam gaat zijn. Daar moet ik even over nadenken hoor. Oké, dat mag. Ik vraag het je over 5 kwartier weer. Maar dit is toch ook gewoon... Alsof deze bunkers ooit in dit soort kleuren is geverfd. Zo valt hij letterlijk nog meer op dan als die grijs is. Ja, nee, ik denk ook niet dat dit zo was. Ja, nee, maar ze zeggen dus dat dit een gereconstrueerd ding is. Dat het er zo vroeger heeft uitgezien. Dat geloof ik niet. Ik ook niet. Wat mis je het meest aan je tijd op het Corderius? Het meest? Ja? Oh, die wiskunde, natuurlijk. Wiskundeles met mij, hè? Ja, precies. Ja, ja, ja. En Thijs natuurlijk, Thijs Romein. Ja, die zat daar niet. Nee, maar die mis je toch ook? Oh ja, echt heel erg. Wat is er nou voor ruzie tussen jou en Thijs? Vet stoer! Moet jij eraf springen en dan filmen? Nee hoor, ik ga gewoon eraf klimmen. Nee. Ik ben niet gek. Spring nou. Nee. Spring, kom op. Nee, hier, pak dan de camera aan. Het is net iets hoger, net iets lager dan mijn lengte. Ja, want ik ga toch ook niet op jouw knieën staan en dan eraf springen? Op 11 september 2016 namen we hier de allereerste video op. Dat was inderdaad geschiedenisvlog on tour, aflevering 1. Hutsie, hutsie. Oh wacht, ja, ik film goed zo hè. Ga maar. Au. Mensen mogen dat niet zien. Oh, ik moet echt springen. Ja, maar... Ja, je moet echt springen. Ja, maar weet je nog, toen we eerst gingen bereiken met Thijs en jou in het verlaten gebouw, dat ik ook zo zei, nee, ik ga het niet doen, nee, ik ga het niet doen, nee, ik ga het niet doen. Ja, toen deed je het. Oké, kom op, lekker Harmen. Oké, kom. Ga je ook mee? Neem die camera. Lucas, ga je mee of niet? Zodra er mensen komen... Dus je moet nu gaan. Zo spannend was het niet. Jawel. Welkom bij weer een nieuwe vlog. Ik vlog eigenlijk nooit zo, maar dit is een betere camera. Maar het nadeel was... Je ik dacht echt dat ik iets hoorde. Ja, ik hoorde ook wel. Ik film al. Lucas die zei ik ga het schokdraad aanraken. We gaan zien hoe Harmen het gaat aanraken. Helemaal niet, ja. Er zit ook op iemand. Ik ga heel snel weg. Snel, kom. Kom, we gaan lopen. We gaan lopen van de boer. Hij gaat gewoon zijn koeien. Dacht. Ja, misschien moeten we wel even hierheen lopen. Ja. Ik weet het wel niet. Maar dit is toch geen achtertuin van iemand? Hier mag je wel lopen, toch? Hij komt hier echt in. Hij heeft een kettingzaag in zijn handen. Serieus? Nee, joh. Gas. Ik raak... Hij heeft wel iets anders in zijn handen, maar ik heb geen idee wat. Oké. Ik op een nijpertoon. Nou, laten we in ieder geval gaan lopen dan. Wat heeft hij nou gedaan als ik naar beneden was gerold in het water? Dan had jij zo pas gegeven op het laatste moment. Nog even. Ja, tuurlijk! Wat denk je? Ik gooi het nu niet zomaar in. Oh. Hey. Dit was echt de beste prank in tijden. Nu kan ik de video noemen Lucas in het water gooien 2.0. Ik bedreig je. Tegen grond. Dit is wel een hele spannende vlog. Wow, zullen we weer een keer wat? Wow. Op een vlog de Ben Nevis beklimmen? Oh, misty eye of the mountain. I love it when you call me señorita. I thought that I've been hurt before. Ja, dat hebben we nog niet gedaan namelijk. Ja, maar dan doen we dat gewoon nog een keer, maar dan zonder Thijs. Oh ja, leuk. Nee, maar dat vindt Thijs niet leuk. Oh nee.
Wanneer komt Thijs een keer een vlog opnemen met mij? Nou, je zit toch bij elkaar op school? Ja. Dat moet niet zo moeilijk zijn. Nee, dat is wel waar. Thijs, je bent bij deze weer uitgenodigd. Waarschijnlijk heb ik nu gisteren mijn tijd afgesproken of zo. Ik hunker naar de bunker. Slechte grap. Zo hoog. Oh, dat is wel hoog. Probeer maar. Wat wij doen is vet illegaal 2.0. Maar wat is dit voor plek? Is dit niet van iemand? Van een boer. Lucas, wat ben je aan het doen? Heb je die stier daar gezien? Ja. Dat was een referentie naar La Casa. Oh ja. Ja, kan je even iets voor me vasthouden? Wat? Wacht, Lucas. Gammel? Hoor je dat niet? Wacht even, dit is ook een foto voor je Instagram. Nee, ik doe hem zo. Nee, jou. Nee? Ja, die moet je even vangen. Wacht, dit is voor mijn intro. Wacht even, ik gooi dit in mijn intro, dit beeld. Dat vind ik niet zo'n goede intro. Maar Lucas, het zit echt... Waarom heb ik deze nou vast? Ja. Ik ben scared to death. Ja, wat, dat doe je toch gewoon onder je jas of zo? Want anders. Ben jij geheim. Nou, ben je geheim agent of niet? Dat mag ik niet vertellen. Wat we wel gaan doen is verder lopen. Luca? Luca? Ja, heb jij op dit moment nou wel Sambring trouwens ingehaald met het meeste in de volgs? Ik veel. Dat zou zeer goed kunnen. Maar dan moet jij wel eeuwig eerste blijven, hè? Je kan niet je dan laten inhalen door anderen, hè? Ja, hoor, ik stop daarna gewoon. Waarom? Wie wil je dan dat er op plek 1 komt? Thijs Romein? Leon? Christel? Daarmee maakt het niet zo uit. Hoezo? Je wilt toch de beste blijven? We gaan wel even terug naar pad. Waarom lach je nou weer? Wil je niet de beste blijven? Proberen met de camera te zorgen dat ik het wel doe. Nee, maar Lucas, het zou zo leuk zijn voor de vlog om nog één keer Wouter te pranken. Wow, ja, hij moet nog één ding typen even. Oh, daar gaat hij. Hij is er typen. Toen ik, stuurt hij waarschijnlijk dan of iets in die richting. Nee, dat kunnen we niet maken. Nou, we verzinnen dan even iets minder ergs. Hier hebben jullie huisdieren. Zeg dat er één dood is. Je hebt toch een hond? Zeg dat je hond dood is. Nee, ik ga niks zeggen, Armin. Waarom niet? Ik zou precies hetzelfde ook doen. Ja, nog even. Ja! Dan ga jij het lekker doen. Nee, moet jij het eerst doen? Ja, waarom moet ik het elke keer eerst doen? Dit is evenveel jouw vlog als mijn vlog. Hoezo? Ja, dit is ook evenveel jouw vlog als mijn vlog. Jij staat even vaak in de titel als ik. Dus dan moet jij het nu eerst doen. Hoezo? Wie deed eerst? Jij, en daarna heb ik het gedaan. Dus dan moet jij het nu eerst doen. Nee, want jij weet al dat ik het voor een tweede keer ook doe als jij het ook doet. Maar het nadeel is, ik kan niet liegen en jij wel. Ja, maar ik kan niet liegen over dit soort dingen. Ja, of course. Liegen, maar dat gaan we even niet doen. Je wil het toch eigenlijk zelf ook? Nee, nee, jawel. Dat wil ik helemaal niet. En lijkt jou ook leuk? Waarvoor zou ik dat willen? Omdat het grappig is? Oh ja. Het is altijd al grappig om mensen te bellen en dan voor een of andere lullige reden. Anders bel ik Wouter wel en dan neem jij op en zeg jij dat ik in het ziekenhuis lig. Nou, dan geloof ik er helemaal geen bal van. Ik ga nu bellen. Nee, maar ik kan niet bellen en filmen tegelijk, dus jij moet echt bellen. En dan ga jij praten. Ja. Dat hoort wel. Oké, ga je gang. Wat ga je zeggen dan? Ja, goed antwoord.
Verzin dan iets. Ja, nee, ik denk dat dit gewoon echt een heel slecht plan is. Het is een slecht plan. Maar dat betekent niet dat we het niet zouden proberen. Serieus, niemand slaapt nog om 11 uur 's ochtends. Wat is het ergste wat er kan gebeuren? Dat hij net met zijn vriendin een film aan het kijken. Oh, daar gaat het me ook niet om. Waarom dan? Ik heb een veel beter plan. Vertel. Ik heb een app. Een belprank app. Oké, doe hem eens eerst bij mij, zodat ik kan zien hoe het gaat. Ik heb hem al een keer gebruikt. Wat zeg jij? Wie doen? Oké, dit gaat niet in de vlog komen. Edit haar, maar knip het eruit. Zo, ik zie er echt smooth uit vandaag. Eerlijk, kijk naar mijn gezicht. Ik heb gewoon niks. Is dit goed zo, het nummer? Als eerste het is 31 en ja, dat is goed zo. Maar ja, het is wel eng, Lucas. Ik kan ook gewoon iemand aan mijn... Ik heb het ook eerder gedaan, dit komt goed. Ja, maar ik vind het eng. We gaan nu via zo'n lyrics prank app. Lyrics prank, nee, het is geen eens een lyric. Okay, let's you go. Make the call. Oké, we moeten stil zijn, denk ik. The other side didn't pick up, staat er. Oh, hij nam niet op. Maar hoe weet je dat al binnen 3 seconden? Ja, nee, Leon die zit te veel bij mij in de beschermzone. Die kan dat niet eigenlijk. Ja, wat is dat nou weer voor onzin dan? Leon die gaat het echt heel stom vinden. Ja, aan de andere kant, hij kan ook wel lachen, maar... Hoezo? We zouden jouw vrienden pranken, niet die van mij. Nee, maar op die hele bunker heb je overbelichting. Waar heb je overbelichting van? Van alle kanten. Van de zon die daar te veel schijnt. Je moet ergens een beetje... Nee, maar dan krijg je allemaal zulke takken op je hoofd. Dat wil je ook niet. Oké. Ik ben erop. Oké, waar wil je zitten? Hier. Daar zit precies de zon. Wel daar. Nee, grapje, ik wil daar. Nee, grapje, daar. Dit is een mooie plek. Oké. Okay. Ready if kijk you are. Online is. Misschien is het wel zo. Kijk even op Snapchat of hij online is. Heb jij Snapchat trouwens? Ja. Voeg mij even toe. Hallo. Dan moet je even tegen je kijkers zeggen ook. Hallo, voeg mij toe. Ja, maar dan wil ik... Jullie mogen mij wel toevoegen, maar jullie mogen mij geen vriendschapverzoeken sturen. Ja, ik wil geen vrienden zijn met mensen die ik niet ken. Oké, daar gaan we. There we go. Do it. Telkens het verkeerde nummer of zo. Probeer nog eens even wat andere dingen. Probeer die 6 eens weg te laten van 06. De brug is er nog. Ja, maar dit is toch niet de bedoeling? Loopt hier een boer met een kettingzaag en klompen aan? Ja, die zagen we net. Maar die is hier niet op dit weiland. Nee, maar... Nou, maar zijn we sneller. Ik wist niet dat er een hek zat, dus daarom ging ik. Dit is geen hek, dit is een draad. Ga nou stappen. Wat zou ik daar moeten doen? Dak weer omhoog. Wat moet ik daar doen? Nou, doei. Doei. Ik loop hier met een pistool. We gaan weer terug. Ik hoor iemand. Liggen. Was leuk, ik hoor echt mensen, dus ik ga weer terug. Lucas, kom. Waarom wil je dat? Ik heb geen zin om vet... De weg is die kant op. Hoor je dat kind niet gillen? Ja, jawel, als die ouders roept. Maar riep hij ook zijn moeder. Ja, daarom. Wat denk je, dat ik mijn hele leven niks nuttigs doe? Oh, dit is wel een leuke Instagram foto. Lucas, wat doe je? Lucas, stop, wacht, stop. Dit was een grap, we gaan dit niet doen. We laten hem voor de volgende persoon achter. Oké, vind jij deze steen? Maak dan met deze steen een foto en stuur hem naar ons op. Ja, maar dat moet wel op een goede plek liggen. Ja, we leggen hem even op een goede plek. We zijn weer terug, Baal. En met Tino. Hier gaan we schrikdraad aanraken. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. En met Tino, le partizano. Zing nou mee. Ja.
Ik kan niet zingen. Jawel. Ja, maar voor. Dames gaan we horen. Moet het nou in mijn vlog? Jawel, waar gaan we daar weer heen? Dat lijkt me niet zo'n heel goed plan. Want ze zijn daar een beetje boos. Boos bij dat verlaten gebouw? Nou ja, ze hebben door dat er mensen komen. In elk verlaten gebouw komen mensen. Ja, maar ze hebben maatregelen genomen. Er is een ketting om het hek, bladibladibla. Ja, daar springt toch gewoon overheen. Deuren worden opnieuw op slot gedaan. Maar dat één raam niet, toch? Nee, dus hopelijk dat vinden ze dat niet. Maar ze bewapenen zich niet met panzerwagens en machinegeweren, laat ik het zo zeggen. Je komt er nog steeds wel in. Tenminste, we zouden flink voor lul staan als we daar aankomen en er staan 3 tanks en 5 mannen met machinegeweren. Dat is zeker waar. Het zou een beetje apart zijn. Ja, maar ja. Op de zolder staat wel een mooie machine. Misschien is die voor geld waard. Ja, machine. Dat is geen machinegeweer. Oké, maar de vraag van het begin van de aflevering. Oh, dat weet ik niet. Hoezo weet je dat niet? Je hebt het over de vraag van stad, hè? Ja. Ik word Monaco, dat wordt mijn schuilnaam. Ja, ik weet het echt niet. Barcelona? Ja, maar het was een leuke stad, maar die buitenwijken zijn niet zo speciaal daar. Ja, maar ja, welke stad is 100% speciaal? Nee, dat klopt. En je bent ook een beetje onorigineel als je Amsterdam gaat zeggen. Ja, dat klopt. Nee, dan doe maar Barcelona. Oké, jij bent nu Barcelona. Ja. Top. Dit moet ik wel allemaal op gaan schrijven, anders ga ik het vergeten.